Het ministerie van Binnenlandse Zaken is bezig met een onderzoek om te weten in hoeverre ambtenaren hun loonstroken digitaal willen ontvangen. Minister Brontos Omohadjo zegt dat het ministerie graag overgaat naar deze manier van het beschikbaar stellen van loonstroken. Sinds zijn aantreden is het digitaliseren van bepaalde diensten een van de voornaamste prioriteiten van Omohadjo. De eerste stappen van digitalisering hebben wij al sinds het aantreden gezet. Het vergemakkelijken eigenlijk van loonstrookjesaanvraag moest eigenlijk al jaren geleden zijn gebeurd. Dat proces is in de afrondende fase, maar ook met het digitaliseren van CBW is ook heel veel gevraagd naar. Maar om dat te kunnen doen heb je een basis nodig en dat is het valideren van die documenten. Dus voordat we overgaan tot digitaliseren van CBW, gaan we eerst de documenten valideren. Minister Brontos Omohadjo van Binnenlandse Zaken. In gesprek met onze nieuwsdienst zegt hij dat het ministerie in het kader van efficiëntie zoveel als mogelijk diensten wilt digitaliseren.